Maak een drijvend en mobiel podium dat past in de Zuid-Willemsvaart. Met die opdracht zijn leerlingen van het technasium in Helmond aan de slag gegaan. In totaal zijn er zo'n 25 ontwerpen gepresenteerd aan een vakjury. Uiteindelijk werden de beste 3 ontwerpen uitgekozen. Nog een soort driehoeken en daardoor gaat het zwarte punt naar beneden, waardoor die minder snel omkiept. Het doel van het project is niet alleen om te zorgen dat er een drijvend podium, een model voor een drijvend podium wordt gemaakt, maar vooral ook de binding met Helmond te laten zien, de binding met evenementen te laten zien en natuurlijk om te laten zien dat techniek voor scholieren, voor leerlingen heel erg belangrijk is. Het winnende podium zal straks tijdens Jazz in Catstown in de haven worden geplaatst.